Everybody put your one hand up. If you know, say you know, no defeat. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner, I'm a winner. Doesn't matter what the situation, go say or go tell I'm a winner, you. I'm a winner, I'm a winner. Make this bold confession in the face of Wahala. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. God is de Masahido. He will never leave, oh. I'm an overcomer. I don't know defeat, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I trust the wheel. Everywhere I go, everywhere I am, everything I do, I trust the wheel. Nothing is impossible. God on my side, I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Come rain or shine, I will be on top. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner, I'm a winner. God is there, my side. He will never leave us. I'm an overcomer. Ways by which God speaks to us. En ik ben begonnen door te spreken over de manieren waarop God tot ons praat. And when I was done with the various and different ways by which God speaks to his children, I went on to start talking to us about how we can hear when he speaks. En toen ik klaar was met de verschillende manieren waarop God tot zijn kinderen praat, ging ik verder met hoe we kunnen horen als hij praat. We started by talking about being able to differentiate. We zijn begonnen met praten over hoe we kunnen onderscheiden. And then I went on to talk about peace and trouble. En toen ging ik verder over vrede en zorgen. And the peace and trouble that I was talking about does not have to do with external peace and external trouble, but I'm talking about peace within regarding particular decisions, regarding certain moves you want to make and certain steps you want to take. En de vrede en de zorg waar het over ging, ging niet over externe vrede of zorgen, maar het ging over vrede of zorgen aangaande bepaalde bewegingen en bepaalde keuzes die u wilt maken. So when I talk about peace regarding a matter, I'm not talking about people troubling you or people coming against you or things going wrong. No, that's not what I'm talking about. I'm talking about the peace you experience from the inside. When you want to take a decision or when you want to do something. Dus als het gaat over vrede, over een zaak, dan gaat het niet om dat mensen u van buiten lastig vallen of niet, of dat er mensen tegen u opkomen of niet, maar het gaat om vrede dat u van binnen voelt wanneer u een beslissing wilt maken. So after I have spoken to God, dus nadat ik tot God heb gesproken, I expect God to speak back to me. Verwacht ik dat God terugpraat. And then he speaks to me. En hij spreekt tot mij. Through peace. Door vrede. Within, van binnen. Not peace outside, that's not what I'm talking niet about. Niet externe vrede. But peace within. Maar vrede van binnen. Or trouble within. Of zorgen van binnen. When God starts troubling your soul. Wanneer God uw ziel begint lastig te vallen. Je ziel onrustig te maken. Hij maakt je ziel onrustig. Then know that God is saying no. Weet dan dat God zegt nee. When God gives peace to your soul. Wanneer God vrede aan uw ziel geeft. That is God saying to you, go ahead. Dat is hoe God zegt, ga maar door. God, shall I go to this university or that one? God, zal ik naar deze universiteit gaan of naar die? The one God wants you to go to. De universiteit waarvan God wil dat u naar toe gaat. Anytime you think about that university. Iedere keer dat u denkt aan die universiteit. Anytime you pray about that university. Iedere keer dat u bidt over die universiteit. You are going to experience from within. Ervaart u van binnen. Peace. Vrede. Rest. Rust. Some happiness. Een bepaald soort blijdschap. Some joy. Vreugde. That is God's answer for yes. En dat is Gods antwoord voor ja. Other times when
you pray, andere keren wanneer u bidt, even though everything is ready, alhoewel alles klaar staat, and all the possibilities are there, en alle kansen er zijn, and you are able to go to that particular university, en u bent in staat om naar die universiteit te gaan, you are troubled from within. U voelt zorgen van binnen. You are uncomfortable. U voelt zich niet op uw gemak. You are restless from within. U bent rusteloos van binnen. Something just does not sit right. Iets voelt niet goed. The man looks good. De man ziet er goed uit. The man looks like a very good man. De man ziet eruit als een hele goede man. He's in church every Sunday. Hij is iedere zondag in de kerk. And yet anytime you pray about him. En toch iedere keer dat u over hem bidt. Something does not sit right. Het voelt iets niet goed. You are uncomfortable. U voelt zich niet op uw gemak. Sometimes it can be a simple feeling that this man is deceiving me. Soms is het een simpel gevoel dat deze man mij misleidt. Don't forget the separation. Vergeet niet de scheiding. Because sometimes our feelings can mislead us. Want soms kunnen onze gevoelens ons misleiden. But by peace, maar door vrede and by trouble, en door zorgen from within, van binnen, not the trouble the person gives to you, niet de zorgen die persoon u geeft, not the trouble regarding that particular situation, niet die zorgen aangaande die situatie, but the trouble within you, maar de zorgen van binnen u, are the thought of it, en de gedachten ervan, zijn that is ervan. God saying no. En dat is hoe God the peace within you, de vrede van binnen, are the thought of it. Zijn de gedachten ervan? That is God saying yes. Dat is hoe God zegt ja. Then we went to building your sensitivity. En toen ging over op het bouwen van uw gevoeligheid. Through prayer. Door gebed. There is a way we pray. Er is een manier waarop we bidden. To build our sensitivity. Om onze gevoeligheid op te bouwen. It is very important, and I will be talking a lot about this during the Holy Convocation. Het is heel belangrijk en het zal heel veel hierover gaan tijdens Holy Convocation. That is the operations of the Antichrist. Dat zijn de werkzaamheden van Antichristus. The Antichrist is not coming. De Antichristus komt niet. He is already here. Hij is er al. He is working through presidents. Hij werkt door presidenten. He is working through politicians. Hij werkt door politici. He is working through kings. Hij werkt door koningen. He is working through preachers. Hij werkt door predikers. He is working through your friends. Hij werkt door uw vrienden. But during the convocation, I'll help you to be able to identify the Antichrist and how he operates. Maar gedurende de convocatie zullen leren hoe we kunnen identificeren hoe de Antichristus opereert. Now, one of the things the Antichrist has done. Een van de dingen die de Antichristus heeft gedaan. Has been deceiving us. Is ons misleiden. And moving us away. En ons wegduwen. From the truth of God's principles and how things are truly supposed to be. Van de waarheid van Gods principes en hoe dingen waarlijk horen te zijn. The truth about Christianity. What is Christianity and what is Christianity supposed to be like? De waarheid over het christendom. Wat is het christendom en hoe hoort het christendom eruit te zien? The truth about certain principles. How are they supposed to be like? De waarheid over bepaalde principes. Hoe horen ze er eigenlijk uit te zien? Am I supposed to love both sin and the sinner? Hoor ik van de zonde en de zondaar te houden? We really need to understand these things. We moeten deze dingen echt begrijpen. In the area that he truly has been able to mislead Christians. Het gebied waarop hij echt christenen heeft kunnen misleiden. Is moving us away from prayer, the purpose of prayer and our understanding of prayer. Beweegt ons weg van gebed, het doel van gebed, om ons begrip van gebed. And because of that, he has been able to build us into selfish, greedy people. En daardoor zijn in staat geweest om ons te bouwen in egoïstische en gierige mensen. Prayer for your enemies to die, prayer to kill people, prayer to destroy people and all those things, they do not come from a true understanding of God's word, but they come from something that is flesh. Gebed om mensen te laten sterven, voor mensen te vernietigen, komen niet van begrip van Gods woord, maar ze komen vanuit het vlees. It's amazing how sometimes we want God to act the way we are. Het is geweldig hoe we soms willen dat God beweegt zoals wij zijn. Amen. Amen. Sometimes we want God to act like man. Soms willen dat God handelt als de mens. But God will always respond to that and say, I am not man. Maar God zal daar altijd op antwoorden en zeggen, ik ben niet de mens. Or will God allow our enemies to keep troubling us? Zal God toestaan dat onze vijanden ons blijven lastigvallen? Never. Nooit.
Never. Nooit. Will our enemies go scot-free? Zullen onze vijanden zonder straf gaan? If they would, als dat zo zou God zijn, wouldn't ask us to pray for them. Dan zou God ons niet vragen om voor hen te bidden. Think about it. Denk erover na. Somebody offends you. Iemand heeft u beledigd. And God says, huh? En God zegt, hey. Pray for them. Bid voor hen. Why? Waarom? Because what's about to hit them. Want wat op hun pad komt. They have no idea. Ze hebben geen idee. But when we go back, maar wanneer we teruggaan to true prayer, naar ware gebed and spend time, en tijd spenderen in true prayer, in ware gebed, we increase our sensitivity, laten we onze gevoeligheid toenemen to God, naar God and to the things of God, en naar de dingen van God. We have a better understanding, we hebben een beter begrip of the things that God is communicating to us, van de dingen die God naar ons toe communiceert. I'm going to make a statement here. Ik ga nu een statement maken. The more you pray, hoe meer u bidt, and I mean true prayer, en ik heb het over ware gebed, the more sensitive you become, hoe gevoeliger u wordt. You pray 30 minutes, u bidt 30 minuten, you are 30 minutes sensitive, u bent 30 minuten lang gevoelig. You pray 1 hour, u bidt een uur, you are 1 hour sensitive, u bidt een uur lang gevoelig. You pray 10 hours, u bent 10 uur, you are 10 hours sensitive, u bent 10 uur gevoelig. How much you pray, hoeveel u bidt, is how much sensitive you are, is hoe gevoelig u bent. Why? Waarom? Because as you pray, want terwijl u bidt, things happen to your soul. Gebeuren dingen met uw ziel. Listen to me, ladies and gentlemen. Luister goed. Maybe nothing will happen to your body. Misschien gebeurt er niets met uw lichaam. Your spirit is constant. Uw geest is een constante. But something happens to your soul. Maar iets gebeurt met uw ziel. Changes go on in your soul. Verandering vindt plaats in uw ziel. Your soul becomes more sensitive to the things of your spirit. Uw ziel wordt gevoeliger voor de dingen van uw geest. Because your spirit man already can receive from God. Want uw geestelijke mens kan al ontvangen van God. But because your soul is insensitive, maar omdat uw ziel ongevoelig is, your soul cannot receive from your spirit kan man. Uw ziel niet ontvangen van uw geestelijke mens. But when you stop praying and truly praying, maar wanneer u begint te bidden en waarlijk begint te bidden, certain things happen. Vinden bepaalde dingen plaats. I'm going to talk about 5 things. I don't even know if I'm able, because there are 7 of them, but I wanted to talk about 5 today. I'm going to try. Ik wil het over 5 dingen hebben. Ik zal het proberen. If you take a good look at the way Jesus taught us to pray, als u goed kijkt naar de manier waarop God of Jezus ons heeft geleerd om te bidden. In the first service I spoke about the difference between exercising divine authority and dominion and then praying. In de eerste dienst had ik het over het verschil tussen uitoefenen van heerschappij en het bidden. What is exercising divine authority? Wat is het uitoefenen van goddelijke autoriteit? Being able to command animals. Dat u in staat bent om dieren te bevelen. Being able to command the sun to stand still. Dat u in staat bent om de zon te bevelen om stil te staan. Being able to command the sea to part. Dat u in staat bent om te bevelen dat de zee moet scheiden. Being able to command the rivers to dry up. Dat u kunt de rivieren kunt bevelen om op te drogen. Being able to I spoke about commanding animals. Remember Elisha, he commanded animals. Remember Joshua, he commanded the sun. The Bible talks about the prayer against Sisera, and the Bible says the stars fought in their courses on behalf of Sisera. So man can be so spiritually advanced and developed that he will be able to exercise dominion and authority over nature. Remember Jesus, he commanded the sea and the waves. And the disciples asked, what manner of man is this? I'll tell you what manner of man does that. It is the manner of man who spends a lot of time in prayer to increase his sensitivity or her sensitivity. De mens kan geestelijk zo in staat zijn dat hij autoriteit en heerschappij kan uitoefenen over de natuur. Net zoals Jezus die dat had gedaan over de zee en de golven. Zijn discipelen vroegen, welk mens kan dit doen? En het is de persoon die gevoelig is. Amen. Amen. When you are sensitive, wanneer u gevoelig bent, now, then your level of sensitivity, uw niveau van gevoeligheid will determine how clear, zal bepalen hoe duidelijk
you hear from God. U hoort van God. When you are very sensitive, als u heel gevoelig bent, you hear very clearly. Hoort u heel duidelijk. When you are less sensitive, wanneer u minder gevoelig bent, you will sense it. U zult het voelen, but you will not be able to fully understand. Maar u zult het niet volledig begrijpen. A less sensitive person will dream, een minder gevoelige persoon zal dromen, but not understand the maar niet dream. Begrijp die droom begrijpen. A less sensitive person will receive a vision, een minder gevoelige persoon zal een visie ontvangen, see something, iets zien, but not fully understand it. Maar niet volledig begrijpen. A more sensitive person, iemand die meer gevoelig is, will not just sense that or have a feeling that something bad is going to happen. Zal het niet alleen voelen dat iets slechts zal plaatsvinden, but they will sense deeper. Maar ze zullen dieper voelen. To know that what I'm sensing is not just something that's about to happen to somebody. Om te weten dat niet wat ik nu voel is niet iets wat alleen maar iemand gaat overkomen. But this is something that is about to happen in my close proximity. Maar dit is iets wat gaat gebeuren binnen mijn met iemand dicht bij mij. Iemand die dicht bij mij is. If you are even more deep. Dus als u nog dieper bent. And more sensitive. En nog gevoeliger. You will be able to even pick the person. Bent u zelfs in staat om die persoon aan te wijzen? Or pick the thing. Of dat ding aan te wijzen. Hallelujah. Hallelujah. Let me give us a physical example. Hier een vervolgde fysiek voorbeeld. How many of us know that we all don't see the same thing, the same things, even though we all look at the same thing. Hoeveel van ons weten dat we niet hetzelfde zien, alhoewel we naar hetzelfde kijken? How many of us know we all don't hear the same thing, even though we all listen to the same thing? Hoeveel van ons weten dat we niet hetzelfde horen, alhoewel we naar hetzelfde luisteren? I don't know if you're understanding me. Yeah, no. Okay, now, to a dietitian. Voor een diëtist. When they see food, wanneer ze eten zien, you know what they see? Weet je wat ze zien? They see calories. Ze zien calorieën. They see minerals. Ze zien mineralen. They see protein. Ze zien proteïne. For a chef, voor een chefkok, when they see food, wanneer ze eten zien, they see taste. Zien ze smaak. You know, that's what they think about. They think about taste. Ze denken nou over smaak. They think about the colors. Ze denken nou over de kleuren. Moi. Ik. When I see food, wanneer ik eten zie, I see size. Zie ik groottes. Oh, this small one. Dit kleine ding. Will this be enough? Zal dit genoeg zijn? Is someone hearing me? Hoort iemand dit? In the same way. Op dezelfde manier. We all will feel that something is about to happen. Zullen allemaal voelen dat iets gaat plaatsvinden. But depending on our level of sensitivity. Maar afhankelijk van ons niveau van gevoeligheid. One will be able to feel clearer and deeper. Zal één in staat zijn om duidelijker en dieper te voelen. Okay, just go ahead and play as I preach. Are you hearing me? Hoort u dit? And the person that is able to feel deeper and clearer is the person that understands prayer and that knows how to pray. De persoon die in staat is om dieper en duidelijker te voelen is de persoon die het gebed begrijpt en die weet hoe hij moet bidden. I'm going to shock you now. Ik ga u nu shockeren. Casting out of devils is not prayer. Het uitdrijven van duivels is geen gebed. Listen, I didn't say it is not good. Ik heb niet gezegd dat het niet goed is. It is very good. Het is heel goed. I didn't say don't do it. Ik heb niet gezegd doe het niet. Do it. Do it. I'm saying it is not prayer. Ik zeg alleen dat het geen gebed is. Commanding nature is not prayer. De natuur bevelen is geen gebed. Binding and loosing is not prayer. Binden en loslaten is geen gebed. See, anything that you alles wat u have to do moet doen directly direct is not prayer. Is geen gebed. It is exercising dominion. Dat is heersen. But everything you have to ask God to do. Maar alles waarvan u God moet vragen om te doen. That is prayer. Dat is gebed. Prayer is when I talk to God. Gebed is wanneer ik praat tot God. But exercising dominion is when I talk to the devil, demons, principalities and nature. Maar uitoefenen van heerschappij is wanneer ik praat tot duivels, demonen en de natuur. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let me give us a very simple physical example. Ik zal ons een simpel voorbeeld geven. Mavis, come. Mavis, kom. Mavis is my daughter. Mavis is mijn dochter. I'm going to talk to God about something. You try and talk to me and see what I will do. Ik zal tot God praten over iets en praat jij tot mij. Kijk wat ik ga doen. Touch me, I mean my shoulder. Yeah? All right. Father God. Vader God. Father God. Vader God.
But remember this. Maar denkt u hier aan. After that prayer. Na dat gebed. Or after that thing. Na dat ding. You need to pray. Moet u nog bidden. Because you are empty. Want u bent leeg. You are empty. U bent leeg. There are things that you need to do to fill yourself up. Er zijn dingen die u moet doen om uzelf op te vullen. And I'm going to teach us. En ik ga dat ons aanleren. For divine energy, there are certain things that we need to do. For divine sensitivity, there are certain things that we need to do. And I'm saying it is to pray. En voor goddelijke energie en voor goddelijke gevoeligheid moeten we bepaalde dingen doen en dat is door te bidden. And praying is talking to God. En bidden is praten tot God. But one of the ways that you can pray to become sensitive, number one. Maar een van de manieren waarop je kunt bidden om gevoelig te worden, nummer 1. Pray shutting everything and everybody off. Bid en sluit iedereen af en sluit alles af. I dedicate this time to you. Ik wijd deze tijd aan u. Oh Lord. Oh Heer. That is prayer. Dat is gebed. Shut everybody off. Sluit iedereen af. Remove every distraction. Verwijder ieder misleiding. I'm going to pray now for power. I'm going to pray now for strength. Ik ga nu bidden voor kracht. Like the habit of Jesus was. Zoals de gewoonte van Jezus was. Very early in the morning he will leave the house. Heel vroeg in de ochtend verliet hij het huis. And then go up the mountains. Dan ging hij de bergen op. Why does he leave the house? Waarom verliet hij het huis? He doesn't want distraction. Hij wilde geen afleiding. Nothing should distract. Niets moest hem afleiden. So he goes up the mountain. Dus hij ging de berg and op. He's there alone. En hij is daar alleen. He is there alone. Hij was daar alleen. That is point number 2. Dat is nummer 2. In prayer. In gebed. Make sure. Zorg ervoor. Within yourself. Dat binnen uzelf. You are alone. Dat u alleen bent. Remove every distraction. Verwijder ieder afleiding. But sometimes we remove every distraction, but we are not alone. Soms verwijderen ieder afleiding, maar we zijn niet alleen. We are consumed with our problems. We are consumed with our burdens. We zijn bezig met onze problemen en met onze lasten. In the Old Testament, the Bible says, "Do not carry loads to Jerusalem." In het Oude Testament staat er in de Bijbel, draag geen gewicht naar Jeruzalem. So another word for load is burden. Een ander woord voor gewicht is last. So the Bible uses a very interesting word. It says, "Cast your burdens." De Bijbel gebruikt een interessant woord. Het zegt: unto him. Werp uw last op hem. Werp uw last op hem. For he cares for you. Want hij draagt zorgen. He thinks about you. Hij denkt na over u. Cast your burdens. Werp uw zorgen. So when I'm praying, dus wanneer ik bid, I should not fill myself with my burdens. Moet ik mezelf niet vullen met mijn lasten? If I want to strengthen myself. Als ik mezelf wil bekrachtigen. I should fill myself with something else. Ik moet mezelf vullen met iets anders. I should fill myself with the alone with God concentration. Ik moet mezelf vullen met de concentratie waarbij ik alleen met God ben. People of God, listen. Dat is wat God luister. Pentecostal prayer started in the 1900s. Pinkstergemeente gebed startte in 1900. But before us. Maar voor ons. There was prayer. Was er gebed. Can you imagine the Buddhists have a way of praying? Kunt u zich voorstellen dat de Boeddhisten een manier van bidden hebben? They cross their legs, put themselves in a position. Ze kruisen hun benen en zetten zichzelf in een bepaalde positie. Block everything. Ze blokkeren alles. And they go nyam in oring nyam, and they maintain that movement. En ze gaan een bepaalde beweging maken. En ze blijven die beweging maken. And they will keep doing that. En ze blijven dit doen. I'm not saying go and pray that prayer. Ik zeg niet ga dat dit gebed bidden. I'm just asking myself why do they do that? Vraag me alleen af waarom doen ze dat? It's because they understand. Het is omdat ze begrijpen. That the way to contact spirits. Dat de manier waarop je in contact kunt komen met geesten is by concentration. Dat door concentratie is. Concentration. Concentratie. When we pray, wanneer we bidden, we have to move through the three
we have to move through the two heavens to arrive in the third heaven in order to be able to properly communicate. Moeten door de twee eerste hemelen komen om in de derde hemel te komen om in staat te kunnen zijn om goed te communiceren. The first heaven is the place of the physical and the operations of the atmosphere. De eerste is de plaats van het fysieke en operaties van de atmosfeer. It is where the sun, the moon, the stars, that's where they operate. Het is waar de zon, de maan, de sterren, dat is waar ze werkzaam zijn. Oh Lord, our God, how majestic is your name in all the earth. Out of the mouth of babes and infants, you have ordained strength. Then in verse 3, he says, when I, Psalms 8, verse 3, he says, when I consider thy heavens, the works of thy fingers, the stars, the moon, the sun, which you have set in place. So that is the second, or that is the first heaven. De eerste hemel is, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Ga direct naar 3. Uit de mond van de kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en de wraakzuchtige te laten ophouden. Oké, in het Nederlands is het dan 4. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan als ik en de sterren. Hemel zie. Als ik u... Hemel zie. Uh-huh. Het werk van uw vingers. Uh-huh. De maan en de sterren. Uh-huh. Die u hun plaats gegeven hebt. Oké. So that's the first heaven. Dat is eerste hemel. And that is where you have physical distractions. En dat is waar u fysieke afleidingen hebt. When you're still struggling with thinking about how you don't have food in your refrigerator, how you don't have food in your kitchen, how you don't have money on your bank account, when you are still dominated by the thoughts of not being able to pay your bills, when you are still dominated by the thoughts of the things that's bothering you, you are still operating in the first heaven. Wanneer u beheerst wordt door de dingen die u lastig vallen, dan bent u nog steeds werkzaam in de eerste hemel. The resistance of the second heaven, de weerstand van de tweede hemel, is more supernatural, is meer bovennatuurlijk. Ephesians chapter 6, Ephesians hoofdstuk 6 and verse 12 says we wrestle not against flesh and blood. So he's saying that I'm going to talk about a battle, and this battle I'm going to talk about, it's not a physical one. So he says, I'm getting ready to talk about a fight. Hij zegt, ik zal het hebben over een gevecht. But this fight is not with flesh and blood. Maar dit gevecht is niet met vlees en bloed. This particular one I'm going to talk about. Dit specifieke gevecht waar ik het over heb. So Elder Chinedu was right when he said there are two different kinds of fights. There is one that is against people. People are resisting you. Put up human resistance. Er zijn twee soorten gevechten inderdaad. Gevechten tegenover mensen. Mensen die weerstand bieden. But then, this one that Paul is talking about, he says, no. This is not a physical one. I'm talking about the one in the second heaven. Maar deze waar Paulus het over heeft, hij heeft het niet over de fysiek, hij heeft het over het gevecht in de tweede hemel. And that is against principalities and powers and spiritual hosts of wickedness. They are also posing our resistance. En dat gaat over het kwade en zij bieden ook weerstand. They are also posing a distraction. En ze bieden ook, of ze leiden ook af. But in my prayer, maar in mijn gebed, I should be able to go through the first heaven. Moet ik in staat zijn om door de eerste hemel te gaan. And also go through the second heaven. En door de tweede hemel te gaan. By not stopping. Door niet te stoppen. How do I do that? Hoe doe ik dat? Shut off every physical distraction. Sluit iedere fysieke afleiding af. Let's call that one flesh and blood distraction. Laten we dat vlees en bloed afleiding noemen. Push through every supernatural distraction. Duwt hij zich door alle bovennatuurlijke afleidingen. This whole time. Deze hele tijd. With my mind stayed on God. Met mijn gedachten die blijven op God. I hear. Ik hoor. Thy welcome voice. That calls me, Lord, to thee for cleansing in the precious blood that flows on Calvary. Hey, he says, that I'm focused on that. That's what I'm looking at. I'm looking at God. I'm not looking at anything else. Father, can you hear me? Jesus, can you hear me? I have set my eyes as a flint. Ik heb mijn ogen gezet als een havik. On God. Op God.
on Jesus. Op Jezus. That is prayer. Dat is gebed. In that prayer, in dat gebed, or in my prayer, in mijn gebed, I'm not worried about those demons. Maak ik me geen zorgen over die demonen. I'm going somewhere. Ik ga ergens heen. I'm on my way to the third heaven. Ik ben onderweg naar de derde hemel. So I keep pushing. Dus ik blijf doorduwen. As you are pushing, en terwijl u doorduwt, do you know what happens? Weet u wat er gebeurt? You are receiving. U ontvangt power. Kracht. Through prayer, door gebed, in the spirit, in de geest. 1 Corinthians 12. Let's start from 1. Laten we beginnen bij 1. Quickly. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, okay, als een levend offer. Go to two. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. No, 1 Corinthians. Oh, sorry. You are reading Romans. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, uh-huh, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heiden was. Regarding spiritual gifts, I do not want you to be ignorant. Go to verse 2. U weet dat u heidenen was, weggetrokken. Verse 2. Ja, u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Uh-huh. Zal u die zich meevoeren? Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Good. Now go to 14. Vers 14, toch? Chapter 14. Need you read for us, please. Yes. 1. We are reading there also. We are reading 1 and 2. God. All right. So when I start praying, the word speak there should actually read pray. Dus wanneer ik begin te bidden, when I start praying in other tongues, wanneer ik begin te bidden, I'm not speaking to men. Wanneer ik begin te bidden in andere talen, I'm speaking to God. Spreek ik niet tot de mensen. I myself may not understand what I'm saying. Ik zal read verse 14. Wat ik zeg. For if I pray in an unknown tongue, my spirit is speaking. My spirit is praying. My spirit is calling. But I don't understand what I'm saying. I don't understand what I'm saying. But my spirit is calling to God. Now go to verse 2. He speaketh what? He speaketh what? Go to verse 4. Builds himself up, strengthens himself. When I pray in an unknown tongue, I am strengthening myself. I'm building myself. Ba 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 to baria ba ba. Ira pa 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 pa. Ira pa 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 pa. How do I do that? Hoe doe ik dat? I close every door. Ik sluit iedere deur. I concentrate. Ik concentreer. My mind is stayed on God. Mijn gedachten zijn op God. And I keep pushing. En ik blijf doorduwen. My time is up, right? Let me continue next week. Thank you, those of you that joined us. Just when it was getting exciting, the people that don't like me have stopped the service. But we will continue. I'll see you next week. God bless you. Bye-bye. That was just a joke. They all love me, and I know you love me too. God bless you. Amen. Amen. Atoning blood, all hail, redeemed.
grace. All hail the grace to welcome grace and heaven's righteousness. Stand to your feet. Gaat u staan. I'm coming, Lord. Coming, Lord, to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flows from Calvary. To thee, wash me, cleanse me in the blood that flows. Stand to your feet. Throw your hands forward. Something is happening. Something is happening in this auditorium right now. Yes, come on now. Chandra,
Hold yourself like this. Uncast. Just whisper in tongues. Something is happening. Strength is entering somebody. That flows. Uncover. Strength is entering you. That flows. On Calvary, that flows. On Calvary, yeah, that flows. On Calvary, yo, that flows. On Calvary, yeah, but only that flows. Strength is entering somebody right now. I can sense it. I can sense it. In the mighty name of Jesus. I'm going to give you just 1 minute. Ik ga een minuut geven. You have received strength. U heeft kracht ontvangen. The auditorium is big. De zaal is groot. Move about. Ga command rond. Nature. You have just 1 minute. Je hebt command zes nature. Minuut. Command the devil. Natuur. Command your situation. Beveel your command situatie. Everything. Beveel alles. 1 minute. Okay. That flows. Everybody put your one hand up. If you no say you no know defeat. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell I'm you. I'm a winner. Make this bold confession. In the face of Wahala. I'm a winner. God, he did my side, oh. He will never leave, oh. I'm an overcomer. I don't know defeat. Oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I trust the wheel. Everywhere I go, everywhere I am, everything I do, I trust the wheel. Nothing is impossible with God on my side. Come rain or shine, I will be on top. I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner.